goeiedag allemaal. Dank jullie wel dat jullie weer mijn kanaal hebben bezocht van vegangloss.nl. Prima, dit is weer een shoplog, een hele leuke shoplog. Ik ben vandaag lekker naar de stad geweest, naar het centrum. En ik ben naar de Erika gezondheidswinkel gegaan. Naar Mediamarkt ben ik geweest. Daar ga ik een aparte shoplog voor doen, niet hier deze. En ik ben natuurlijk ook naar de Action geweest. En ik heb ook winactie dingetjes gekocht. Want ik ga ook winacties beginnen te doen in mijn kanaal vegangloss.nl. Prima, nou we gaan beginnen. Als eerst heb ik gekocht. Dit is een documentfolder met 8 afdelingen, dus compartimenten. Nou, hartstikke handig deze voor mijn documenten. Nou, 8 compartimenten, dus als je hem zeg maar, ja, als je dit zeg maar deze bladzijde open doet, en dan zie je hier weer dat de spullen ingaan. Nou, dit heb ik namelijk voor mijn vakantie gekocht. Want ik heb geboekt naar Las Palmas. Dus ik en mijn man gaan binnenkort lekker de zon bezoeken. Lekker bij de zee, strand en de bergen in ons appartementje. Nou, dit heb ik dus voor de vakantie gekocht. Dit kan makkelijk in de bovenkant van de koffer. En er kunnen alle documenten in, zoals de vliegtickets. Of ja, gewoon dingen die je uitprint. Of belangrijke verzekeringspapieren, noem maar op. Die kunnen dan hierin. Nou, voor de rest heb ik nog eentje gehaald. De Tropical Dreams. Ja, want natuurlijk, we gaan naar een soort van de tropen. Nou, hier verberg ik dan ook dingetjes in. Ik kan natuurlijk ook kiezen uit deze of deze. Nou, die heeft zo'n soort van, ja, die kan zo dicht. Kijk maar. Nou, dit is gewoon heel, echt heel handig voor op vakantie. Maar ook gewoon voor je documenten thuis. Nou, dit is echt, ja, 40 cent of zo. Dit is, ja, dat is niks. En ze hadden nog de laatste van Tropical Dreams. En deze was ongeveer 1,39. Ik denk dat ik deze meer voor thuis gebruik. En deze meer voor vakantie. Prima. Daarna heb ik gekocht, volgens mij was deze 50 cent. 3 keer secondenlijm. Nou, hartstikke handig om secondenlijm thuis te hebben. Verder voor de winactie, ja, daar komt het. Dus daar ga ik een aparte video van maken. Maar ik laat het wel alvast zien. Ik vond hem echt hartstikke mooi. Ik kon hem niet laten staan. Nou, dit is een desk planner. Don't quit your daydream. Eentje ga ik natuurlijk voor mezelf houden. Want dan kan ik hem ook even showen en laten zien. En ook erin schrijven. En natuurlijk voor jullie heb ik ook gekocht. Voor degene die natuurlijk gaat winnen. Dus ik heb hier 1, 2, 3. Nou, ik begin natuurlijk met 1 of 2 winacties en daarna nog eentje, etc. Ik ga even kijken, ook een beetje spieken hoe anderen hun winacties doen. En dan verloot ik deze. Nou, dit is echt heel erg mooi. Het is lentekleurig, mooie bloemetjes. Mooie bloemetjes hierachter. En een deskplanner natuurlijk is echt altijd, ja, handig. Vooral als je bijvoorbeeld, ja, gewoon je eigen ding doet. Je eigen zaakje hebt. Of ja, veel dingetjes wil voor elkaar krijgen. Nou, dan kan je dit gewoon lekker zo op je desk doen. En plannen. Prima. Dus dit ga ik de prijs niet zeggen. Waarom? Omdat die, ja, dit is dus om te winnen. Dus de prijzen hou ik lekker voor mezelf. En ik denk dat Action deze ook niet meer heeft bij ons. Want ik heb ze allemaal gekocht, zoals je ziet. Prima, ik had ook een koekenpan nodig. Ik heb een keramic frying pan gekocht. Ja, keramisch dus. Ik had hem echt nodig gewoon. Ik was toe aan een nieuwe. Ik ga 2 weggooien. Deze is volgens mij ongeveer €7,80. Heel erg handig voor wokken of gewoon lekker dingen bakken. Goed, daarna ben ik ook naar de gezondheidswinkel Erika gegaan. Dat is ook een gezondheidswinkel in Utrecht.
en heb ik gehaald La Vera. Nou, La Vera is de meest vriendelijke producten, vegan producten voor je lichaam. Nou, dit is Men Sensitive scheerschuim. Deze is voor mijn man. En daarna mijn lievelings handcrème, die laat ik vaak ook in shoplog zien. Dit ruikt heel erg lekker naar granaatappel handcrème. Ik hoef maar op te doen en je ruikt gewoon echt granaatappel. Gewoon heel erg lekker en je handen worden gewoon heel erg zacht. Nou, het is ook huidvriendelijk, 100% natural. Daarna heb ik gekocht van La Vera, ook vegan. Kijk maar, labeltje vegan, labeltje nature. Nou, dus is heel erg vriendelijk voor je gezicht. Dit is een dagcreme. Nou, deze organic cranberry en arganolie. Dit is zo lekker, dit is zo goed voor je gezicht. Ik zweer hierbij gewoon. Dit is... Ja, natuurlijk, het is prijzig, kan ik je wel zeggen. Deze is volgens mij 16 of 17 euro. Maar het is het waard. Het ruikt echt lekker. En het is zo hartstikke goed voor je huid. Dus echt een aanrader. Goed, naast de dagcreme heb ik natuurlijk ook nachtcreme gehaald. Dus dit is de nachtcreme versie, want voor het slapen gaan haal ik ook gewoon mijn make-up netjes weg, goed schoonmaken mijn gezicht en dan doe ik natuurlijk ook nachtcreme. Nou, dit is natuurlijk ook heel erg lekker. Nou, deze is volgens mij nog duurder, deze 18 euro denk ik. Ook 100% naturel, vrij van synthetische geuren, kleuren, conserveringsmiddelen, vrij van parabenen, GMO, vrij, dus genetisch gemanipuleerd organism, free, dus het zit er niet in, er zitten geen mineralenolieën in en noem maar op, 100% vrij. Dus La Vera is een aanrader voor mensen die gewoon echt puur natuur product willen hebben. Daarna de bekende, ja, Drosinula siroop bij je hoest. Nou, toen ik ziek was, had ik een hoestsiroop, deze dus. Die was op en die kon ik nergens vinden, ongelooflijk. Nou, vandaag ging dus, ja, was ik dus de natuurwinkel binnengegaan. En raad is, hij stond er wel bij hun. Dus echt, ik heb meteen gekocht. Gelukkig ben ik nu weer beter. Maar het is altijd goed om gewoon hoestsiroop thuis te hebben. Van Avogel. Ook puur natuur natuurlijk. Daarna voor mezelf shower cream. Ook La Vera natuurlijk. 100% natural. En daar zit ook in cranberry en argan oil. Nou, dit is zo lekker. Even ruiken hoor. Heerlijk, echt heerlijk fris. En ik weet, als ik ook op vakantie ga, dat ik dit absoluut mee ga nemen. Dat ik ook nog gewoon een tubetje ga nemen. Want ik ga pas in de zomer. Dus dan neem ik dit absoluut mee. Goed, even kijken wat ik nog meer heb. Ja, daarna heb ik 100% chia butter gekocht. Nou, ik ben dus verkouden geweest en ben af en toe nog slotterig. Dus ik heb een hele droge huid nu bij mijn neus, mond, noem maar op. Nou, chia butter is 100%. Kijk maar. En ik heb hem net heel even opgedaan en ik voel al het verschil. Dit is echt hartstikke goed, hè? Ondersteund bij een zeer droge huid. Verzorgd, houdt de huid elastisch. Dus dit is echt hartstikke goed voor mijn lippen en bij mijn neusgebied. Daarna van La Vera heb ik voor mannen een deodorant. Altijd handig.
En natuurlijk Allround Cream, La Vera. Nou, Allround Cream, dat is zo echt, dit is zo lekker. Er zit organic shea butter in. En almond oil, dus amandelolie. Het is echt heel erg lekker. Het is gewoon, ja, het is pure, ja, wat kan ik zeggen? Het is gewoon een, ja, een crème die je overal, ja, ik krijg hem even niet open. Maar het is gewoon een hele simpele crème. Kan je voor je handen gebruiken, voor de body gebruiken. Voor je, zelfs voor je gezicht gebruiken. Het is vegan en het is gewoon heel simpel. Dus mocht ik mijn handcreme niet bij me hebben of ik wil gewoon even snel insmeren, dan kan je insmeren. Dit is een hele lichte geur. Het is gewoon heel erg lekker, niet sterk en zacht voor je huid. Daarna van de Action. Ja, kijk. Ja. Nee, nee, dat zijn geen 500 biljetten. Dus die heb ik ook niet vaak in mijn handen. Maar dit is zo leuk. Dit is namelijk een notitieblok van de Action. Dus ja, het is gewoon even leuk. Even, ja, een beetje 500 euro notitie. Ja, dan kan ik alvast wennen. Je weet maar nooit dat ik misschien later dit soort biljetten in mijn handen krijg. Wie weet. Goed, prima. Dit waren mijn producten voor vandaag. Ik heb nog andere producten gekocht, maar die ga ik apart shoploggen. Voor nu deze. En ik ga ook apart een video maken voor de winacties. Dus het komt ook allemaal goed. Nou, mochten jullie deze video een leuke video vinden, geef dan een thumbs up. Deel de video met vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En ben je nog geen abonnee? Abonneer dan op dit kanaal vegangloss.nl. Hier onder het filmpje is een rode knop, mag je op klikken. En daarnaast een belletje, mag je ook op klikken. Want zodra ik een video upload, dan krijg jij een notificatie. En dan kan je natuurlijk weer genieten van mijn shoplogs. Inspiratie opdoen natuurlijk. Recepten, vegan recepten, gezondheidstips en noem maar op. Nou, voor de rest wens ik jullie natuurlijk een hele fijne dag en tot de volgende keer. Dag!